Ja, Boney M. Een opgewekt lied. Nou, dat hebben we natuurlijk nodig in deze tijd. Tegenover me zit Frits Bos. Vorige week, toen was hij dus een heel gelukkig man. Want toen had hij in Heemstede... Ja, deze week ook, hoor. Deze week ook? Oh, dat is gelukkig. Is dat niet veranderd? Oké. Nou, dat is alleen maar heel mooi. Want Frits, jij hebt een boek geschreven... over een, je stamvader, hè? Dat is een leefde van 1762 tot 1824. En op een gegeven moment toen heb je je verdiept in de levensgeschiedenis van die man. En die man die had nogal wat meegemaakt, hè? Dat is een, dus ook in die tijden was het leven niet altijd een lolletje. Dat is duidelijk. Hij was dus geboren niet in Nederland, maar... In de Toggenburg, dat ligt in Noordoost-Zwitserland. Vlakbij de stad St. Gallen. Maar hij is in een boerenomgeving opgegroeid. En het is ook een arme streek geweest. Hij is ook niet voor niks daar weggegaan. Ja, want hij wist eigenlijk al op jonge leeftijd dat hij geen boer wou worden. Dat vond hij toch een soort... Ja, dat was nou niet bepaald iets waar hij nou warm van kreeg. Nee, hij had meer interesse. Hij had muzikale interesse. Hij kon ook lezen. Dat had hij daar in de kerk geleerd. Ik vond later ook een hele mooie handtekening van hem. Maar helaas geen andere brieven of verslagen. En uiteindelijk, want hij, hij werd als oudste zoon toch ingezet in die boerderij. En op het moment dat zijn jongere broer... ging trouwen en die vrouw waarschijnlijk daar ging werken. Toen kon hij daar weg, maar toen was hij ondertussen ook al een jaar of 27. En toen heeft hij dat avontuur aangegaan om naar het verre Nederland te gaan. Om daar in het leger te gaan werken als tromslager. En waarom speciaal Nederland? Wat was daarvoor de reden? Nou, er zaten verschillende Zwitserse garnizoenen. En dat maakte het voor Zwitsers ook aantrekkelijk. Het is natuurlijk een betaalde baan daar. En op dat moment was er nog niet sprake van die oorlog. Hè, van die garnizoenen die werden dan ingezet als er ergens onrust was. Maar hij zat er nog niet. En toen was ondertussen de Franse Revolutie al uitgebroken. En toen... voordat hij er erg in had, begon de oorlog ook in Brabant. In Grave, Grave? Ja, Grave was eigenlijk, de Fransen die namen allemaal steden in. Ze hadden Maastricht al ingenomen en Berg op Zoom. En ze wilden doorstoten naar het noorden, maar daar lagen die rivieren tussen. En aan de rivier lag Grave. En het was eigenlijk het laatste bolwerk wat weerstand bood. En ik vergelijk het wel eens met het verhaal van Asterix. Een dorpje wat nog weerstand biedt tegen de Romeinen. Maar in dit geval waar het weerstand bieden tegen de Fransen. Want het was helemaal niet zo moeilijk voor de Fransen om het noorden te veroveren. Want het was een strenge winter. En ze konden zo over de rivieren wandelen. Oh, dat is... Ja. Nou, dat een leger. Dat heet een makkelijke. Dat was ook de tijd van de Bataafse Republiek. Ja. En ik weet wel, toen ik jou vorige week interviewde in die boekwinkel in Heemstede, toen heb ik nog aan het publiek een oproep gedaan met de vraag of men wist wat de Bataafse Republiek was. En toen was toch... Gingen er geen vingers omhoog. Weinig vingers gingen er omhoog. Aarzelend, één of twee. Dus... Het is ook niet iets waar we nou heel trots op zijn in Nederland, hè? Die Bataafse Republiek. Want toen Nederland veroverd was, toen was stadhouder Willem die was naar Engeland gegaan. En toen kregen de patriotten in Nederland de macht. Dat waren degenen die ook de Franse Revolutie ondersteunden om het de volk meer macht te geven. En toen was de vraag, ja, hoe gaan we het organiseren? Hè? Van wordt Nederland een soort vazalstaat van Frankrijk? En die Bataafse Republiek, dat is eigenlijk een, ja, die naam, dat is ook bedacht door de Fransen. Want het wekt de suggestie dat je eigenlijk nog helemaal zelfstandig bent. Hetzelfde deden ze in Zwitserland, is de Helvetische Republiek uitgeroepen. Maar uiteindelijk hadden de Fransen de controle. En er waren ook wel veel mensen in het leger die wilden wel weer dienen voor de Fransen. En er ontstond ook een Bataafs leger, daar ging wel wat tijd overheen.
En uiteindelijk heeft mijn stamvader Adam zich er ook bij aangesloten. Ja, was het in die tijd ook niet zo, wat je eigenlijk in de Tweede Wereld ook wel had, dat een heleboel mensen in het begin dachten van, nou, Duitsland die blijft de eerste 50 jaar wel de baas in Europa. En dat in die tijd het eruit zag dat de Fransen nog heel lang de baas zouden blijven. Jazeker, want ze binnen de kortste keer veroverden ze een heel deel van Europa. En er waren die patriotten, die waren er echt van overtuigd dat als de Fransen dan hun, als die dan Nederland ging ondersteunen, dat Nederland ook zijn glorie uit de Gouden Eeuw weer terug zou krijgen en zou weer gaan heersen over de wereldzeeën met steun van de Fransen. Oeh, en dat bleek toch niet in de praktijk toch iets anders. Trouwens, Helisan, hoor jij de, we hebben een dun wandje hier, want er is hier achter nog een heftig. Maar heb jij daar last van? Of zeg je, nee, we praten. Nee, nou, je het zegt, hoor ik het maar. Ja, ik vind dat je in dit boek, dat je op een hele mooie, menselijke manier toch eigenlijk de geschiedenis, maar ook het lijden en het ja, toch ook wel het plezier in het leven, dat je dat heel goed samen weet te brengen. Ja, dank je. Ik denk ook dat iedereen die een beetje geïnteresseerd is in deze geschiedenis dit ook begrijpt. Hè? Dat je ook niet steeds een boek erbij moet pakken van, goh, waar gaat dit nou over? Die Adam, het was dus, want je, dan zie je dus eigenlijk hoe snel je als mens toch op een zijspoor wordt gezet. Want als je dan hoort dat iemand in het leger van Napoleon heb gezeten, dan denk ik dat de meeste mensen in eerste instantie gelijk denken aan een grote kerel die gek is op vechten. Mm-hmm. Terwijl de werkelijkheid, hij was daar als muzikant. Ja. Dus dat is toch een hele andere positie die je dan inneemt. Ja. Kijk, we praten nou over iemand die ik natuurlijk nooit heb gekend. En ik heb die persoon heb ik eigenlijk samengesteld uit maar de generatie die mij wel bekend is. En dat ben ik zelf. En dat is mijn zoon en mijn broer en mijn vader. En mijn grootvader heb ik nooit ontmoet. Maar daar heb ik wel wat over gehoord. En ik heb zeg maar een aantal boseigenschappen heb ik zeg geprojecteerd op Adam. Ja, want hoe zit dat? Dat was geen strijder. Want hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? Als je dus bijvoorbeeld jouw voorouders, en bijvoorbeeld ook bij Dirk en bij mij en bij de luisteraars, hoeveel er is altijd, of je nou wil of niet, zijn er altijd een heleboel eigenschappen, maar ook bijvoorbeeld in je lichaam natuurlijk processen, waarvan je eigenlijk het product bent van die voorouders. Ja, het zal ongetwijfeld een DNA-match zijn. Maar als je 6 generaties terug, dan zijn er heel wat opa's. Ja. En daar zal je misschien ook eigenschappen van hebben. Maar ik zie ook wel een beetje een parallel. Ik heb toen op die presentatie in Heemstede heb ik ook een paar foto's van mijn vader, mijn opa en mijn overgrootvader. En ja, dan zie je ook fysiek nog wel gelijkenissen. En als ik kijk naar wat ik heb ontdekt van Adam, was het ook wel een sociale man die ook opkwam voor het gewone volk. En ik zie in onze familie weinig militairen of geen Adam dan. Maar wel veel muzikanten. Ja. En de vader van Adam, en dat heb ik dan wel kunnen ontdekken in de stamboom, die was voorzinger in de kerk. Dus die moet ook een muzikaal gehoor hebben gehad. En mijn zus, die ook aanwezig was bij de presentatie, die is professioneel pianiste geworden. Kijk, dus dat zit inderdaad in de familie, hè? Zijn er ook mindere punten? Want dat hoort natuurlijk, zeker jij met jouw achtergrond als psycholoog, zal je ongetwijfeld ook gelet hebben van, wat zijn nou de mindere punten van de familie Bos? Nou, ik denk dat de familie Bos wel, die uitzicht niet zo makkelijk. Die kijken toch wel erg de kat uit de boom. En dan soms is het wel eens te laat. En soms is het ook wel eens goed om meteen lik op stuk te geven. En dan kan je ook conflicten in de kiem smoren. Maar ze blijven een beetje dooretteren. Ja, dat is vaak dat je dan bijvoorbeeld, laat zeggen, als iemand lelijk tegen je doet, dat je dan pas 's avonds laat denkt van, ja, dit had ik moeten zeggen. Ja. In plaats van, herkenbaar. Zit in een leger van miljoenen gelijkgestemden. Breek me de bek niet open. Wat was op een gegeven moment, want er is te veel gebeurd in het leven van die Adam om alles te maar wat was nou op een gegeven moment de reden dat hij dacht van, ja jongens, dit is afgelopen, ik deserteer.
Nou, ik denk dat hij op zich dat Bataafse leger heeft eerst graven. Nou, dat was natuurlijk, je verdedigt je tegen de vijand die het land in binnenviel. En hij heeft dus ook, en dat weet ik, hij heeft in een regiment gezeten wat ook mee heeft gedaan in de veldslagen in Noord-Holland. Want er is flink geknokt daar. Krabberdam. Krabberdam, Bergen. Kastrikum was hij er niet bij, want toen was hij al gewond. Maar, dat daar ook wel toch wel het gevoel was van, ja, dat waren de Engelsen en de Russen, die waren toen Nederland binnengevallen. En ja, dus hij verdedigde op dat moment het land. Maar dat hij deserteerde, was dat er op een gegeven moment ook Napoleon, die was altijd, ja, met sowieso Engeland was de grootste vijand, maar Oostenrijk was toch ook een belangrijke vijand, dat er een veldslag dreigde. In de Duitse staten, bij Mainz. En daar werden dus allerlei legers naartoe gestuurd. Onder andere dat regiment van Adam. En ja, de moraal van de troepen was ook slecht. Er waren ook veel jonge soldaten die ook niet professioneel waren. Het weer was slecht en er gebeurde niks. Ze moesten op een gegeven moment in een kampement blijven. En ja, toen er een enorme veldslag dreigde, dat was het moment dat hij, maar ook een heleboel medesoldaten kozen voor desertie. Ja, en nou weet ik wel dat deserteurs, daar is men altijd genadeloos voor. Ja. Aan de ene kant snap ik dat ook wel, hoor. Als je dat in tijden van oorlog niet doet, dan heb je natuurlijk, als je zou zeggen, nou, iedereen die vlucht, die krijgt bijvoorbeeld een taakstraf van 3 uur. Mm-hmm. Dan denk ik dat er weinig legers nog een divisie kunnen opstellen. Ja, ja. Het klinkt een beetje populair, maar het is wel zo. Ja. Dus, maar hoe hard werd er gestraft tegen deserteurs? Nou, ik heb me er ook even in verdiept. Er zijn een aantal mogelijkheden. Spitsroeder lopen werd, dat was misschien nog het minst erg, want dan kon je dan toch wel weer verder. Nou, je kon gevangen gezet worden. En gevangen in die tijd was ook bepaald geen feest, want het waren niet verwarmde ruimte, vaak met ratten en luizen en andere ellende. Maar het gebeurde dus ook wel mensen gefusilleerd werden. Die kregen de doodstraf. Ja, ja. Want als je zeg maar opstond tegen de keizer, Napoleon, dan was de reactie niet mals. Nee. Nee, het is altijd als je dat bijvoorbeeld, waar ik mijzelf altijd wel eens over gelezen, bijvoorbeeld na de oorlog in Indië, dat bijvoorbeeld jongens niet naar Indië wilden. En als je zag, of dan leest hoe hard daarmee werd omgesprongen, dan denk je, nou, alleen het gekke is altijd geweest, als je nou bijvoorbeeld weigerde om religieuze redenen, dan is men in alle legers van de wereld altijd een stuk milder geweest. Ja, Jehovah's getuige bijvoorbeeld. Jehovah's getuige, of er iemand die zegt, hij is plotseling, heeft hij het licht gezien. Ja. Dan zie je dat alle legers ter wereld, de rechters of de militaire rechters, dat ze toch altijd milder zijn. Ja. Dat een soort, dat men misschien daar toch een beetje bang voor zou zijn. Ja. Want daar lijkt het wel op. Maar ik denk ook wat belangrijk is, want Adam heeft op een gegeven moment ook een tijd in Spaarnwoude gewoond. Ja, ja. En heeft hij ook nagedacht ook over wat hij in de toekomst wilde en het verleden. En hij is, op een gegeven moment is hij toch zijn desertie meer als een daad van verzet gaan zien dan als een soort misdaad. Want ja, als je het gevoel hebt, die Franse troepen in Nederland, je kan zeggen, nou, ze hebben ons bevrijd, dat zeiden ze zelf. Maar de Nederlanders moesten er ook voor betalen. He, voor die soldaten. En fors. En je kan ook zeggen, nou, ze hebben gewoon Nederland ingepikt, bezet. En die Franse soldaten, die waren ook altijd niet altijd zo netjes. Als die zeg maar ingekwartierd waren, nou, dan gebeurde er ook van alles. Er werden er koeien geslacht, of er werden dochters meegenomen, of nou ja, allerlei andere dingen, waardoor die Fransen ook niet zo populair waren bij een heleboel Nederlanders. Nee. En met name bij het gewone volk. Mm-hmm. Uiteindelijk is het met Adam, als je we gaan niet alles onthullen, maar het is toch redelijk eigenlijk allemaal verder gegaan. Ja. Dat is een. Wat was voor jou nou het moeilijkste om het boek te voltooien? Want je hebt altijd, als je de geschiedenis bestudeert, dat er toch nog wel bepaalde vragen blijven. Of dingen die je misschien zelf, graag had gezien. En dat je dan denkt van, mag je een beetje de geschiedenis vervalsen? Ja. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb maar streng aan alle jaartallen en alle actes. Hè, want dat, niet dat ik zo ontzettend veel informatie heb gevonden. Maar wat ik wel vond, dat
Ja, dat heb ik in ieder geval wel zo gelaten. En ja, waar ik ook wel achter kom, soms is de werkelijkheid gekker dan je als romanschrijver kan bedenken. Wat staat er op één van wat echt gekker was dan je kan bedenken? Nou, dat zeg maar, Napoleon die wordt wel geroemd omdat hij de burgerlijke stand heeft uitgevonden, hè, in 1811. Dat was overigens ook in zijn voordeel, want hij heeft ook meteen de dienstplicht ingevoerd. Dus hij kon ook meteen iedereen vinden. Maar daarvoor had je dus allerlei actes, doopactes. Soms dan waren die toch een beetje met elkaar in tegenspraak. Dan klopten dingen niet helemaal. En namen, je ziet ook de naam, hij heet het Busch met een umlaut, maar hij staat ook wel als Bos. Of Bos zonder CH, of Van de Bos zelfs. En hij zei, ja, stom, niet goed opgeschreven. Maar ik denk dat het in die periode dat hij was gedeserteerd, dat het hem ook niet slecht uitkwam. En dat trof mij wel, inderdaad. Van er kon hoop gesjoemeld worden, en dat werd er ook. En soms dan bleven er ook bepaalde zaken geheim, zelfs binnen de eigen familie. Wat in die tijd ook wel gebeurde, bigamie. Dus je kon bij wijze van spreken in de ene kerk trouwen en een jaar later in een andere kerk kon je weer opnieuw trouwen. En ja, er was niet te zeggen, maar een systeem dat het ergens centraal geregistreerd stond. Dat trof mij in ieder geval. Maar toch ook wel de overlevingskracht. Ik denk ook, ik heb geprobeerd me in hem te verplaatsen. En ik denk, je moest toch wel eventjes wat afstanden afleggen. En op hele slechte schoenen, hè, als je het naar de normen van nu ziet. Je had toen niet eens een linker en een rechterschoen, die waren hetzelfde. Nee. En om dan even naar Duitsland te lopen, dan ga ik op een gegeven moment ook een beetje piepen, hoor. Ik denk, ja, dat is een... dat is niet zo... Dus het waren harde... De mensen moesten automatisch hard zijn. Overleven. Hè? Overleven. Ja. Dat is een... Wat ik bij jouw presentatie ook leuk vond, dat er gelijk mensen waren die ook over hun eigen familie begonnen. Ja. En dat werd ook een naam genoemd, hè, van iemand die dan ook een bezig was geweest met die stamboom uit te pluizen. Ja, dat ging dus, want dit is de tak van mijn vader. Want ik heet zelf Bos, hè, zonder umlaut. Maar de familie van mijn moeder, die was met name aanwezig. Want je hebt ook gezien, het boek werd uitgereikt aan mijn zoon. Maar dat is eigenlijk de laatste. Ik heb ook verder geen andere familietakken kunnen vinden. Maar zeg maar van die tak van mijn moeder, daar wordt ook wel naar gezocht. En dan vinden we dus ook dingen in de 18e eeuw. Ook zelfs van het leger. En het zou natuurlijk een mooi plaatje zijn geweest als je dat op een manier met elkaar kon verbinden. Mijn ouders zijn overigens gescheiden. Dus, maar dat vond ik dus inderdaad een beetje te gek. Om dat erbij te slepen. Want het was ook fysiek onmogelijk. Goed. Het schrijven, want dit is niet je eerste boek. Hè? Je hebt al eerder publicaties gehad. Hoe belangrijk is het voor je schrijven? Is het iets dat je denkt van daar ben ik op een gezonde manier toch verslaafd aan. Ik wil nog meer gaan produceren. Ja, nou wellicht. Ik had dat eerste boek eigenlijk geschreven omdat ik na 36 jaar in die psychologenpraktijk en een heleboel gedoe eromheen. Help, de psycholoog versuipt. En ze hebben je ook nog... De cowboy genoemd, zag ik staan in een oud publicatie van het Haarlems Dagblad. Ja. Dat is een geuzennaam. Ja, het wordt ook wel eens gebruikt. Cowboys, dat zijn dan de commerciële jongens in de zorg. Dat is de negatieve. Dat denk nou jij weer juist niet. Ja. Maar ik heb aardig gestreden tegen de marktwerking. En ook wel confrontaties aangegaan. Misschien niet fysiek of... Maar destijds met mevrouw Schippers ben ik op sociale media ook wel actief geweest. Maar je vraagt van wat het verband mogelijk is met dit boek, De Tromslager. Nou, ik denk wel, het is allebei ook wel autobiografisch gedeeltelijk. Het is allebei ook wel, zeg maar, het gewone volk staat centraal. Want ik heb in mijn hulp toch ook altijd geprobeerd om me voor een brede groep mensen in te zetten. En ik heb voor beide boeken een hoop archieven moeten onderzoeken. En van Help de Psycholoog Verzuipt heb ik zelf een archief opgebouwd. En dat is echt een paar kuub. En van de Tromslager, ik moest me daar helemaal in verdiepen. Want wat je nu, die vraag over het Bataafse leger, die had ik echt een jaar geleden niet zo kunnen beantwoorden.
Dus die context eromheen, hè, van het gemis aan data, heb ik dan ook geprobeerd te compenseren door me in de geschiedenis te verdiepen van die tijd. En dat heb je gelukkig gedaan. En je zit ook bij een uitstekende uitgeverij. Ja, zeker. En die geven zulke mooie boeken uit. Ja. Helaas kon Henriette er niet bij zijn, de uitgever, omdat ze aan het revalideren is na een knieoperatie. Maar ze heeft me fantastisch geholpen. Uitgeverij De Brouwerij. Ja. Dat is een, kunnen we nog meer werk van jou verwachten in 2020? Dat was jouw vraag, hè? Dat ja. was mijn vraag. Wellicht. Dat is een heel diplomatiek. Het is een beetje. Nou, het... inderdaad, goed. Als je 2 boeken hebt geschreven, dan is het misschien niet zo gek dat je dan nog weer eens wat. Maar ik heb nog niet zo in mijn hoofd van welke kant het op gaat. Of het misschien ook nog meer over familie gaat of over een psychologisch onderwerp. Okay. Dus. Goed. Hey, over naar de dag van. Nou, de Tromslager, allemaal kopen dat boek, hè, want dat is het meer dan waard. En nu met de komende lockdown hebben de mensen weer alle tijd om thuis te lezen. Dus zeker, ja. Extra reden te meer om die boekenbon in te wisselen. Ja. We hebben nog 1 minuutje. Stel ik je een hele moeilijke vraag. Die lockdowns en alles wat nu weer dreigt te komen. Hè, hoe slecht is dat voor de mens? Want merk je dat de meeste mensen toch behoorlijk in de war raken? Of is er misschien ook al een bepaalde gewinning opgetreden na 1,5 jaar? Nou, als ik zo gisteren hoor dat van de studenten, meen ik 40%, hè? Ja, en ook een deel ook die van, ja, van mij hoeft het allemaal niet meer. Dan is dat toch wel ernstig, ja. Dat vind ik ook. Alleen heb ik wel altijd van, hoe komen ze nou aan dat aantal? Want ik denk dat een heleboel jonge mensen, zouden die nou echt gelijk eerlijk zeggen wat ze denken en voelen? Ik wil dat... Vind ik altijd heel moeilijk om dat nou te. Ja. Om dat nou in kaart te brengen. Ja, voor wat het waard is, maar er worden regelmatig dit soort onderzoeken gedaan. En je kan natuurlijk wel vergelijken van, nou, hoe was het, zeg maar, verleden jaar of 5 jaar geleden. En als ik zelf mijn studententijd, ja, dat is voor mij een periode, daar denk ik nog heel vaak aan terug. En daar heb ik ook eigenlijk misschien de basis gelegd voor wat ik later ben gaan doen. Van mijn neus gestoten en zo. Hoort er maar, ook bij. Ja, hoort er zeker. Ook bij. Maar, dat is, maar ik denk toch wel dat het belangrijkste is dat je dan ook je sociale contacten kan blijven hebben. Ja. En dat moet je in deze tijd moet je dat toch in de gaten houden. Want ja, het is wat dat betreft niet makkelijk. Frits, dank je wel voor je komst. En nou, laten we vast met elkaar afspreken. Als er weer een boek komt en ik voel gewoon aan mijn water dat ik het net tegendronken is, dan voel je het extra dat er gaat komen. Ja. Dank je wel voor je komst en we houden contact. En wij gaan richting het regionieuws. En dan zijn we daarna terug met Bianca over lief zijn voor jezelf. Ja.